Drugscriminaliteit in de regio Utrecht is tot gigantische proporties gegroeid. Ja, de stad is zelfs de speel in de internationale cocaïnehandel. Dat meldt de Telegraaf deze ochtend in een groot verhaal. Ze hebben gekeken naar wat er allemaal gaande is in Utrecht. En dat is niet mals. Er werken 150 criminele organisaties met veelal een maffia-achtige familiestructuur. En geen stad in het land telt zoveel minderjarige drugscriminelen. Een aantal zaken sprongen eruit voor journalist Mick van Wely. Het ontdekken van een soort opleidingsinstituut, gewoon een proeflokaal waar plofkrakers kunnen oefenen met nagemaakte pinautomaten. En verder dat jongetjes van 10, 11 worden gerecruiteerd door de cocaïnemafia voor klusjes doen, mensen observeren of drugs vervoeren. Nou, het aanvalsplan van Sharon Dijksma dat rust eigenlijk op twee pijlers. Namelijk enerzijds het voorkomen dat jongeren criminaliteit instappen en ook doorgroeien. De andere poot is het doorbreken van de criminele geldstromen. Ik denk alleen het grote probleem met het hele aanvalsplan, dat zijn de financiën. Er is gewoon geen geld. En een van de manieren om jongeren op andere gedachten te brengen, of om dus te voorkomen dat ze het slechte pad opgaan, is door ex-criminelen in te zetten. Zij moeten vertellen dat dat niet de kant op is waar je naartoe wil gaan. Nou, denken jullie dat dat echt indruk maakt? Het is in ieder geval heel belangrijk dat dit wordt aangepakt. Kijk, drugsgebruik stort mensen en ook vooral jongeren natuurlijk vaak diep in de ellende. Verslaving aan drugs is verschrikkelijk. Dat is waar het over gaat. En dit moet dus inderdaad natuurlijk uitgeroeid worden. En ik denk dat het heel goed is dat burgemeester Dijksma van Utrecht hier ook op doorpakt. Ja, tegelijkertijd zien die jongetjes natuurlijk, of ze kunnen het verhaal van een ex-crimineel horen. Maar ze zien ook in de buurt, niet ex-criminelen nog, die met allemaal shiny spullen rondlopen. En die kids denken dan, nou, dat is makkelijker dan als ik bij een supermarkt bijvoorbeeld ga werken. Ja, dus is het goed dat er nu op wordt doorgepakt. Dat moet inderdaad uitgeroeid worden. Dat voorbeeld moeten ze niet krijgen. Mm. Ze moeten vooral ook leren dat dit niet de manier is om een goed en fijn leven op te bouwen. Dit leidt helemaal nergens toe. Er zit nog een ander aspect aan. Al die mensen die drugs gebruiken, maken dit ook mogelijk, hè? Dat vindt u dus in ieder geval. Worden niet als crimineel gezien. Maar... Is het een thema in de formatie? Het aanpak van ondermijnende drugscriminaliteit? Nee, criminaliteit in het algemeen wel. Ondermijning, maar ja, menig kabinet heeft zijn tanden er al op stuk gebeten. Mm. Maar je zou hopen dat er nu eindelijk eens iets gebeurt waardoor bijvoorbeeld het drugsgebruik, als dat nou alles wat minder zou worden. En als Nederland niet meer zo aantrekkelijk werd gemaakt voor buitenlandse bendes tegenwoordig om hier een drugsimperium op te bouwen.